En vandaag vakvereniging Wolvera en omstreken. Gisteren een hele aantal veulens. Ik weet niet precies hoeveel de eerste premies waren. Ik geloof een stuk of 5 bij de Merries en een stuk of 4 bij de Hengsten. Vandaag hadden ze ook weer veulens. Ik meende dat ze vandaag 5 eerste premies hadden. Waarvan in de kampioensring een paar hele beste veulens liepen. Ook hele mooie kampioenen. De Enters en Twenters heb ik zelf gekeurd en de Jaarlingen was een Alwin, een hele goede kampioen. Of een hele goede kopnummer, die later reservekampioen werd. De Twenters hadden we een super mooie bewegende Michiel voorop staan en die werd ook de kampioen van de jeugd. De driejarigen hadden ze vandaag 33 paarden en ik meende dat er 11 sterren werden, 2 in de eerste premie. Waarvan ook de latere kampioen, een Johannesmerrie, heel mooi luxe in het type. Heel hoogbenig, goed gebouwd, sterk gebouwd en zeer sterk stappend. Oh, en de Michiel van ons, de Twenter, werd reservekampioen. De oudere paarden waren een beetje zwaarder van type, maar ook allemaal goed. En goed stappend en goed bewegende paarden. Dat kunnen we doen. En dat was het zo'n beetje, dacht ik.